Hallo en welkom in deze video. My lovelies, zou ik zeggen. Maar ik weet natuurlijk niet in hoeverre jullie Engels begrepen. In ieder geval, welkom in deze video. Het is vandaag volle maan, maar we gaan het niet hebben over de volle maan. Want daar zijn er al zoveel briefjes over. We gaan het wel hebben over tweelingvlammen die in een karmische relatie zitten. Of die iets karmisch in de connectie hebben. Dus dat kan van alles zijn. Dat kan een ouder zijn, dat kan kinderen zijn, een andere partner, maar ook werk, een bepaalde verslaving, bepaalde patronen, zelfs cultuur kan eigenlijk ook een karma zijn. En we kregen allemaal een Great Wheel. Dus verwacht je maar heel wat verschuivingen, my dears. Ja, als er soms Engelstalige woorden tussenkomen, dan moet je mij echt vergeven. Want ik weet niet of dat je dat weet, maar mijn tweelingvlam spreekt voornamelijk Engels. Ook al is zijn moeder afkomstig van Nederland. Maar dus door de opvoeding en het feit dat zijn vader van Engeland is, spreekt hij voornamelijk Engels met mij en de kinderen. Dus dat maakt dat mijn brein soms moeite heeft om terug te schakelen naar het Nederlands. Maar ja, het is wat het is. En uiteindelijk communiceren we meer met telepathie en energie dan met woorden. Ten of Crystals, dat is hetgeen waar je naartoe werkt. Daarom ligt hij ook ondersteboven. Dus je werkt naar huisje, tuintje, boompje, alles erop en eraan. Daar werk je eigenlijk naartoe, naar heen. Maar het vraagt van jou om te herinneren, te weten wie jij bent. Jij om jouw sterrenafkomst te herinneren. Oké, nog drie keer. Is één. Twee. En de laatste keer is drie. Dan, wat moeten we weten over de connectie tussen de tweelingvlammen en de karmische energie? Wat moeten we weten tussen de tweelingvlam en de karmische energie? Wat moeten we weten over de tweeling en de karmische energie? Wat moeten we weten over de tweelingvlammen en de karmische energie? Wat moeten we weten over de tweelingvlammen en de karmische energie? Ik ga nog één. Oh, je zegt nog één, maar het zijn er dus twee geworden. Ja. Oh, wauw. Net dezelfde kaart die onderaan ligt als zo wat we hadden bij de andere video: de tweelingvlammen en de soulmates. Echt verbazingwekkend. Ik ben nu wel benieuwd. Kijk. De 10 van kristal ligt eronder. Dus dat is hetgeen waar je naartoe aan het werken bent. En weer die sterrenafkomst, indigo. Jouw weten, het herenigen met jouw diamantenbewustzijn. En controle krijgen over jouw gedachten. Want anders ga je inderdaad in een Tower-moment terechtkomen en ga je eigenlijk de last van het karmische volledig op jou dragen. In plaats van net die 10 of crystals te gaan manifesteren. Dus dat is jouw grootste uitdaging op dit moment in de connectie. En daarom kreeg je weer ook die hogere zelf. Waarom laat ik die zo liggen en niet zo of zo? Omdat ik voelde dat je zeker de boodschappen van je hogere zelf op een of andere manier doorkreeg. Je gaat dan bijvoorbeeld synchroniciteiten gemerkt hebben, of je gaat dubbele getallen en zo van die dingen zien. Maar je vertrouwt nog niet volledig op jouw intuïtie en op de verbinding die je hebt met jouw hogere zelf, met jouw team en jouw gidsen. En daar mag je dus echt nog meer gaan op vertrouwen. Want nu zit je door het karmische stuk in je relatie, zit je natuurlijk in een valkuil dat je veel te veel waarde en kracht geeft aan je gedachten. De gedachten in deze kaart of in dit deck zijn eigenlijk die ballen. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk jezelf volledig ook vastzet. En je ziet ook die dame, zij geeft ook die blinddoek aan. En ze voelt zich helemaal vastzetten door de wortels van de bomen. Zie, ze zit helemaal vast. Maar eigenlijk kan ze heel snel vrijbreken. Dus het is het idee, een gedachte van vast te zitten. Maar eigenlijk zit je niet vast, want je hoger zelf, die hier water is, fiat water hier ook, die toont jou de weg uit waar je nu zit. Maar dus het karmische stuk geeft jou het gevoel dat er geen verandering gaat zijn, dat er geen licht is aan het einde, want je hebt die blinddoek op, dus je denkt dat het allemaal donker is om jou heen.
Oh, wauw. Wauw. Kijk wat we kregen. Strength card. En strength card bij tweelingvlammen staat altijd voor union. Tussen de mannelijke en vrouwelijke energie. En dat is ook in de connectie. En we krijgen ook nog de star. Oh my god. Zo prachtig. Ik ga het nu zo doen. Zodanig dat je het nog weet. Kijk. Nu zit je hier. En om van daaruit naar die eenheid te komen. En jouw eigen afkomst. Jouw eigen authenticiteit. En te weten en te ontdekken wie dat je echt werkelijk bent. Dat vraagt van jou om in te luisteren naar je hogere zelf. Dus daarom lag het ook op die manier. Toch prachtig hoe dat allemaal werkt. Dus om hier uit deze gevoel, het gevoel van vast te zitten, door heel die karmische energie, om daaruit te geraken en in union te komen, in jezelf en jouw ware authentieke energie te komen, je ware afkomst te herkennen, moet je veel meer die verbinding maken met jezelf. En voordat je naar de andere tarot gaat, gaan we eerst deze gebruiken. Ik ga mij even omdraaien om te kijken hoe dat deze heet. First Light Tarot. Dat zijn allemaal met sterrenstelsels en planeten en zo. Wat zijn de onbewuste schaduwen? Wat zijn de obstakels dat deze groep nu op dit moment tegenaan loopt? Wat zijn de obstakels waar deze groep nu tegenaan loopt? Oké. Okay. En we zien aan de onderkant de lovers, union. Dus kijk, die eenheid tussen twee atomen, tussen twee partikelen. Dat is hetgeen waar je naartoe aan het groeien bent. Dus geef de hoop niet op. We krijgen hier 9 energy flow. Ja, hetgeen wat ik daarnet al dacht toen ik hier die nature card zag met perspective. En wat is deze? Karma. Oh my god, echt hoor. Kijk, waarover gaat deze reading? Over karma. Welke kaart krijg ik? Karma. Dus, om maar te zeggen. De karmische energie die nu op dit moment in jouw connectie speelt, op welke manier dat het zich ook uit, is via een persoon, zoals ik gezegd heb, is via werk, via een bepaald gedrag, via een bepaald patroon, via copingisme, het maakt niet uit. Maar dat zorgt voor een domino-effect. Een domino-effect in het gevoel van dat je nog meer gaat gaan vastzitten. En dat is hetgeen wat je nu echt moet gaan zien. Dat is hetgeen waar je je perspectief moet gaan over veranderen. Want dat gaat ervoor zorgen dat je veel meer in die flow gaat kunnen zijn. En dat je veel meer via die leiding van je hogere zelf in die union en in het omarmen van je volledige sterrenafkomst kan zijn. Dus ja, dat is jouw onbewuste stuk. Dat is hetgeen waar je nu tegenaan loopt. Eigenlijk zou ik hier gewoon de reading al kunnen stoppen. Maar dat gaan we niet doen. Want ik vind het gewoon leuk om te doen. En te zien hoe dat alles altijd heel mooi samenvalt en heel mooi samenkomt. Echt. Ik hoop dat jullie dat ook vinden. Laat het me weten in de comments en hoe heet het, de reacties onderaan deze video. Wat mag deze groep nog meer weten rond het zijn van een tweelingvlam en dealen, omgaan, leren de lessen zien van de karmische stukken, de karmische energieën in hun eigen leven en in hun connectie. Deze was eerst, dus gewoon zo doen. Lovers, wacht, deze was. Ik moet ze goed draaien dat ze voor jullie goed liggen. Hè? En deze, zo. Yes. De drie van bekers omgekeerd en de universe ook omgekeerd. Kijk, wat zien we? Om succesvol te zijn en die eenheid te creëren. Voor mij, de drie van bekers is altijd het symbool tussen die eenheid en de mannelijke energie in één persoon, eenheid en een andere persoon en dan de samenkomst. Dus eigenlijk die hele relatie. Dat is eigenlijk die derde beker. En om daartoe te komen, vraagt het van jou om geen aandacht meer te besteden aan vorige bekers, aan vorige verliezen, aan vorige hartzeer, aan hoe dat zelfs in je eigen connectie, hoe dat jouw tweelingvlam, als je daar in contact mee bent, of de andere partner, het karmische stuk, om die nog steeds op een negatieve manier te gaan bekijken en te zien als de reden waarom dat je nog steeds verwijderd bent van die eenheid. Want wanneer je dat gaat gaan doen,
nog meer gaan focussen op de dingen die verkeerd gaan zijn, nog meer dat je dag natuurlijk gaat ervoor zorgen dat je het gevoel gaat hebben dat je pas zit. Dus focus op jezelf. En daarom ligt die Queen of Wands ook omgekeerd. Want wanneer je zou focussen op jezelf, dan zou je eigenlijk die eenheid meer en meer in jezelf gebracht hebben. En dat is hetgeen wat ik daarnet nog niet toonde. Dus Page of Pentacles. Dus focus op je eigen leven. Ga weg van hartzeer en hartbreuk en al de oude dingen. En focus op die 10 van bekers. Dus de ultieme vervulling op elk vlak in je leven. Maar spreek daar vandaaruit jouw waarheid. En dat is hetgeen dat je hier ook ziet gebeuren. Dus hoe meer dat jij die verbinding gaat maken. Dus niet meer gaan focussen op wat er verweg is, of wat dat omgevallen is, wat dat je kwijt bent, waar dat je hartzeer aan hebt, waar dat je het slachtoffer was, wat dat je dingen mislopen hebt, of wat dat maar ook maar is. Focus op je eigen pad. Focus op je eigen vlam. Focus op jouw eigen passie. En laat dat jou vervullen. Zodat hij eigenlijk jouw eigen beker constant vult. Dat gaat jou meer succes brengen. Gaat je uiteindelijk die unie brengen en dat gaat ook voor de wereld, niet alleen voor jouw wereld, maar eigenlijk voor de wereld in het algemeen en de druimere op vlak een positieve invloed hebben. Nou, eens kijken welke boodschappen dat we nog hebben om nog meer terug te keren naar liefde en eenheid. En dat is van mijn eigen deck. In de maand juli ga ik een giveaway doen waarin dat ik 4 exemplaren, dus niet alleen 4 van deze, maar van elk deck 1 exemplaar ga weggeven. Want die zijn echt bedoeld en gechanneld met boodschappen om als tool te gebruiken in jouw eigen bewustwording en in jouw eigen groei. Dus wat boodschappen kan deze groep nog ontvangen? Dank u. Ja, er zijn er ook nog 2. Maar deze even hier aan de kant leggen. Als je rare dingen ziet op de achtergrond, dat is mijn zoon. Het lijkt onmogelijk om het systeem te veranderen, maar jij bent het systeem. Dus verander jezelf en zo het systeem. Dat is ook een boodschap die in de reading gisteren naar boven gekomen is. Pas aan naarmate dat je het spel speelt. En dat is de manier waarop dat we lessen leren. Dus naarmate dat je iets anders tegenkomt, een ander idee, een andere overtuiging, kan je die overtuiging iedere keer ook weer gaan veranderen. Want jouw gedachten zijn niet wie dat je bent. Het zijn zoals de vogels in de boom. Wachten op iets beters maakt je bitter, maar wees nu al gelukkig. Het grootste geschenk dat je jezelf kan geven is vrijheid van mening van anderen. Je hebt een leven te leven, leef het nu. En dat heeft ook weer hier met het gevoel van vast te zitten te maken. Je hoeft niet te wachten op je tweelingvlam, je hoeft niet te wachten op niemand. Gewoon altijd je eigen vlam en je eigen passie gaan volgen. En dan gaat de dingen die goed zijn voor jou automatisch in jouw leven passen. Je haalt je kracht uit het hervinden van je eigen stem. En dat is ook zo. We zijn zodanig geconditioneerd dat we eigenlijk niet meer weten hoe dat het is om onze eigen stem te horen, letterlijk en figuurlijk. En vecht voor waar je in gelooft, maar doe het vanuit liefde en compassie. En niet vanuit tekorten, niet vanuit boosheid, niet vanuit wrok, niet vanuit frustratie of wat dan ook. Want dan ga je natuurlijk nog meer van dat krijgen, zoals dat we hier gezegd hebben. Wat kunnen we nog meer geven en mee delen en zeggen? Dat was het voor dit deck, hoor ik. Maar dan, geef je over aan de energie van succes. En ook dat is een keuze. En denk wat succes is voor jou. En wees ook hier heel creatief in. Amai, als dat geen mooie boodschap is, als die niet mooi gewoon samenhangen. En dan nog boodschappen van de universele vlammen. En ik ga ook nog, ik voel dat ik ook nog kaarten mag trekken van de aartsengelen van Atlantis, zodat je ook weet met welke vlammen je nog meer kan gaan samenwerken. En nog één. Oh, ja, we laten nog één. Wat hebben we hier? Je hart opent zich verder. Overvloed en liefde is er altijd. En dat is ook zo. Het is ook weer gewoon een kwestie van waar focus je op, waar kijk je op. 3 is het getal van manifestatie. Dat is hetgeen dat je hier ook ziet. Die mannelijke, die vrouwelijke energie, eenheid in zichzelf, creëert dan die heilige relatie. En zoals ik net gezegd heb, eenheid in jezelf brengt bewuste relaties. En ik ga nog eventjes de kaarten. Oh,
Nou, ga ik die eventjes zo hier leggen, dat ik de andere kan mee. En dan gaan we de aartsengelenkaarten. Wat is de energie waar dat deze groep tweelingvlammen mag mee werken? Ja, wilskracht. Inderdaad, wilskracht. Op welke manier kies je ervoor om je eigen energie te gaan gebruiken? Wil je het gaan gebruiken om je vrijheid te creëren? Of om hier, zoals dat we hier gezien hebben, om te blijven vast te zitten? Dat is jouw keuze. En daarvoor kan je dus samenwerken met enerzijds aartsengel Uriel. En deze kleur. Ik ga bewust niet het kleur zeggen, want je kunt daar in je eigen leidingen volgen. Dat is een kaart van vrijheid. En aartsengel Haniel. Dat is hier de robijnrood met een combinatie van oranje goud. En dit is de willpower. Hoe ga jij jouw kracht, je wilskracht gaan gebruiken? Ga je het gebruiken om negatief te denken over jouw relatie, over jezelf, over je leven, over je connectie? Of ga je het gebruiken om op een positieve manier te focussen op je passie, om succes te gaan creëren, omdat je weet wat dat voorbestemd is, kan je gewoon niet ontlopen. Dus naarmate dat je gewoon verder het eigen pad volgt, je eigen wensen, jouw eigen dromen laat werkelijkheid worden, gaat jouw ideale partner automatisch mee op je pad beginnen wandelen. Zo, dat was het voor deze video. Ik hoop dat je heel wat inzichten hebt mogen ontvangen. Vergeet niet om te abonneren. Dat ben ik vergeten te zeggen aan het begin van de video. Maar als je dus abonneert en je geeft een like op deze video, dan weet ik welke video's het meeste bekeken worden. Zodanig dat ik op die manier ook mijn tijd het meest efficiënt kan gaan indelen. Dat ik echt video's en boodschappen deel voor mensen die er nut en iets aan hebben natuurlijk. Wat moest ik nog zeggen? Vergeet niet de notificaties aan te zetten als je wilt deel uitmaken of deelnemen aan de giveaway. En dan ga je die sowieso zien passeren. Zo, dat was het voor deze video en dan zie ik je in de volgende. Dag!